Goedemorgen, we zijn bij Ronshof en vandaag is het NL Doet. Zoals je ziet is deze tuin nog helemaal leeg en hebben wat plantjes overal vandaan. En die gaan we straks samen met Welland College en een aantal andere vrijwilligers gaan we hier een gezellige tuin van maken. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Hebben jullie er zin in? Ja. Dit zijn leerlingen van het Welland College en die komen ons vandaag helpen als vrijwilliger voor NL Doet. Kunnen jullie zwaaien? Zo, en we zijn begonnen met NL Doet en iedereen is druk bezig en aan de slag. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Daar zijn een aantal bezig. Het wordt helemaal leuk en gezellig. Zo, ik kom hier nu. Ik werk bij mijn oma. Kijk. Nou, Agnes is ook druk bezig en aan het scheppen. Ja, dat hoort erbij, hè? Zo is dat. En Jan-Piet, die helpt vandaag ons ook mee. Nou, wie is dat? Hoppa. Gaan we straks het resultaat eens bekijken. Nou, hier zijn de jongens van het Welland hard bezig om de planten eruit te krijgen. En dat is best een pittig werk hier. Hey, Trudy is ook hard aan de slag. Ja. Ik heb echt niks in mijn handen. Eens kijken hoe ver iedereen is. Hier wordt hard gepoetst. Helen is ook druk bezig. En deze hele hoop gronden gaan we in alle bakken doen die we hebben. En allemaal leuke planten en bomen inzetten. Lessa, loop je mee? Ja. Hey, hoe vind je het om zo mee te helpen? Heel erg leuk. Ja, vind je het leuk? Ik vind het heel erg leuk. Hey, en waar zit je op school? Op het Welland College. En welke richting doe je? Ik eet de kader. Ja. Leuk. En heb je groen in je pakket aan zitten dat je dan doet? Ik werk ook af en toe in de kast met carousel en zo. Dat is ook heel erg leuk. Leuk? Ja, heel erg leuk. Dankjewel. Alsjeblieft. Planten en bomen staan. Die hier in de bakken gezet worden. Ja, ze gaan we even samen zitten. En daar zijn de mannen hier al mee bezig. Wordt het wat, Jan-Pie? Het wordt wat. Mooi, ziet er mooi uit. Het gaat allemaal goed. Oh, je kijk nou eens. Nou, terwijl iedereen heel hard aan het werk is, zijn ook de bewoners van Ronshof, die komen kijken wat iedereen aan het doen is. En nou, die gaan natuurlijk lekker in het zonnetje staan, dat begrijpt iedereen. Uiteraard, hè? Hè, dit zijn twee van onze bewoners. En wat vindt u ervan? Ja, geweldig. Ja? Ja. En hoe gezellig vindt u het met al die kinderen die er zijn, hè, van het Welland College? Het mooiste wat er is. Ja? Ja. Ja, niet met die vuile handen, hè. Ze hebben allemaal vieze handen, hè? Ja. Ja, kijk, hier hebben we twee dames die heel hard aan het werk zijn. Hoe laat jullie handen maar eens zien? Maar dat wordt mooi, hè? En jullie kijken toe, zo is het. Bij hard werken hoort natuurlijk ook wat te drinken. En daar zorgt Marijke voor. Ja, heerlijk. Warme chocomel. Oh, lekker hoor. En een gevulde koek. Alsjeblieft. Lekker. Wat willen we nog meer? Mijn schone handen. Zo, beter dan koude weer, hè? Heerlijk. Best wel warm eigenlijk. We moeten weer. Nou, zoals je ziet wordt alles ook keurig gepoetst door de dames. Hoe gaat het? Goed. Ja, vinden jullie het leuk? Ja. En hoe ver zijn jullie? Dit is de laatste dag van mij en dan ben ik klaar. Oké, en zijn alle meubeltjes ook al gedaan? Ja, de stoelen zijn gedaan. Kijk. Iedereen kan weer lekker zitten. Ja? Kijk, ik hoef alleen nog maar in te richten. Helemaal goed. Ja, met jou ook? Ja, natuurlijk. Gaat het goed? Beetje vermoeid, maar... Helemaal goed. We gaan eens kijken wat het een beetje wordt. Het is, iedereen is nog heel hard bezig.
De bakken hier bij achter bij Rondhof zien er echt al prachtig uit. De wafelbakken, de gesloten tuinen, wordt ook echt prachtig. Heel veel nieuwe planten en bomen, echt super, super mooi. Kijk, hier achter mij zijn ze nog heel druk bezig met alle grond in alle bakken te krijgen. En daar gaan dan weer de bomen en de planten natuurlijk in. Hier achter in de verte zien jullie al dat er wat bakken gevuld zijn. Hier zijn de dames de tuin aan het inrichten, de tuinmeubelen weer netjes neerzetten die schoongemaakt zijn. Hier achter mij wordt nog schoongemaakt, zodat dat ook weer netjes is. En hier zijn er wat dames die zijn aan het uitrusten. Binnen. Maar die hebben al wel heel hard gewerkt. En ze werken nog hard. En ze werken nog hard, zo is dat. We lopen nu naar de plantenbakken aan de achterkant van Rondhof. En die zijn gevuld door Jan Piet. Die heeft ook alle planten daarvoor meegenomen. Ik zal het een en ander laten zien. Dit waren lege bakken. En die zijn weer mooi gevuld. Met allemaal spullen. Allemaal planten. En dat past heel mooi bij de tuin die erop aansluit. Dus we zijn nog niet helemaal klaar, maar het ziet er echt al prachtig uit. Straks het eindresultaat. Goedemorgen, dag 2 van NL Doet. Vandaag gaan we plantenbakjes maken met bewoners en cliënten en patiënten van Rondhof. En dat doen we weer met een aantal vrijwilligers in de klaproos. Dus het wordt weer een gezellige dag. Ja. Mag ik jullie allemaal heel hartelijk welkom heten. Fijn dat er zoveel mensen zich aangemeld hebben hier voor NL Doet. Ook fijn om te horen dat een aantal bekende mensen hier naartoe komen om zich aan te melden. Dus we hopen dat dat voor het volgend jaar goede perspectieven biedt. We gaan vandaag plantenbakjes maken met cliënten hier in huis. Hier zit mevrouw Zwijnenburg. Mevrouw Zwijnenburg. En mevrouw Zwijnenburg is ook een plantenbakje aan het maken. Hoe vindt u het zo, mevrouw Zwijnenburg? Vindt u het gezellig? Hartstikke gezellig. Ja? Ja. Ik leuk. En gaat u straks ook een patatje halen? Ja, wat dacht je? Een dik mayonaise erop. Zo'n type bak. Dat is je briefje. En dit is mevrouw Heikoop. En ook die is een plantenbakje aan het maken. Oh ja. Goed, hè? Hartstikke goed. Is deze door u gebruikt? En hebben u ook al een gebakje op? Oh, ook een gebakje. Die was ook. Die is van mij. En deze ook? Ja. Vindt u een leuke actie en al doet? Heerlijk. Ik ken me niet voorstellen. Waar ze niet op? Nee? Nee? Ja, je kunt wel eten. Dat kan ook. Dan kunt u deze. Nee, oké. En u, mevrouw Heikoop? Wat? Vindt u het een leuke actie en al doet? Ja. Heeft u vaker meegedaan? Ik doe ook. En u doet overal aan mee, dat is waar. Ja. U bent beide heel actief. Ja. Het resultaat laten zien natuurlijk. Ook in het restaurant hebben we een gezellig muziekje. Meneer Reumerman die heeft vrijwillig zich opgegeven om een muziekje te maken tijdens NL Doet. Dus de mensen vinden dat ook heel gezellig. Dus ook in het restaurant een en al gezelligheid. Dus als de mensen straks klaar zijn met het plantenbakje, dan kunnen ze hier gezellig zitten. En wachten op de patatkar die eraan komt. Nou, de frietkar is er. En ze gaan lekker frietjes bakken voor ons, voor de bewoners, patiënten en cliënten. En iedereen in de keuken die helpt. En ook Tini helpt. Gaan de mensen blij maken? Zeker wel. Zo is dat. Ja. Eet smakelijk allemaal.